de finale. De netvoeter loopt weer zoals hij deed in de tijd dat de Europese titels binnenhaalde. De ene na de andere, viervoudige Europese kampioen in deze klasse met dezezelfde machine. En nu weer helemaal back on top in superstarklasse. En dat maakt het leuk. Het is echt flink door elkaar heen gerusseld. Het is op schot gezet voor deze klasse. En dit seizoen is een lust voor menig tractorproducent. Rustig bij de start. Oei, 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 hoe gaat deze machine uit Kasteren daar doorheen komen? De leidster in de competitie. Imke Pauli en Summa op de Netvoet. Dat is heel voorzichtig wegrijden, zeg maar. Dat is heel voorzichtig wegrijden, maar mooie strijdwijze. Maar dat betekent wel dat je centimetertjes te pakken hebt, dus dat het in de tweede keer wel moet gaan gebeuren. Je mag binnen 30 meter stoppen, mag je gewoon nog een keer opnieuw, geen enkel probleem. Heel rustig ging Ike van start, heel weinig toeren en dan kakt hij onderuit, dan komt hij niet bovenop. Dat turbo zet ook niet op druk, dus dat gaan we nog een keer proberen. Dus wel rustig weg, maar even iets meer van jetje dan zo net. En dan wordt de spanning alleen maar groter, hè. Als je weet dat je twee pogingen hebt, dan is dit de finale poging. Ben je leider in de competitie, dan moet je wel van je plek af. Dan moet je van je plek af. Om die 17 punten voorsprong vast te houden of eventueel nog mooier uit te rijden. Tweede poging, kijken of het iets harder aan de ketting kan gaan. De rest. Hij ging als een muur, hij hing erin.